En wij besluiten het Binnenlands Nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Aan het begin van de avond enkele verspreide buien, voornamelijk in het oosten van het land. Gedurende de nachtelijke uren is het lokaal bewolkt met enkele geïsoleerde buien in het binnenland en langs de kustlijn. Morgen is het gedurende de morgenuren lokaal tijdelijk bewolkt met een toename in enkele lokaal lichte tot soms matige geïsoleerde buien in de namiddag en vooravond. In het binnenland gaan deze soms gepaard met onweer en of windstoten. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er morgen in de namiddag en vooravond een matige onweersbui, soms met windstoten, verwacht kan worden. Tot zover de binnenlandse informatie in het journaal.